6 van de top 2000. Hey! Gijs, wat doe jij hier? Je weet dat je een programma hebt, hè? Ja, weet ik, maar wil je wat leuks zien? Ja. Wij hebben een nummer straks in de top 2000, dat heet Op Fietsen. Nou, kijk. Niet! Ja. Ben je klaar voor Martijn? Ja. Wow. Het zijn emmetjes, maar dat kan je echt wel hebben. Oh, al die 50-plussers vinden dit te gek. Nou, deze vond ik sowieso voor jou wel bijpassend. Yep. De concurrent misschien erbij van. Dankjewel Michel, echt te gek. En namens Domien Verschuren. Ja, die had mij geappt. Dit rubber gaat jouw stem nog goddelijker maken. Het is een beetje dom van mij namelijk. Ik zat met een heel dun rietje te blazen. Dat is natuurlijk leuk. Dat je na kerst nog kerstnummers in de top 2000. Welke denk je? Last Christmas. Ja. Ik wist het al. Oh. Maar kan die ook nog aan? Of ja. Heb je hem opgebruikt? Onderaan zit zo'n ding. Oh ja. Kijk dan. Wow. Martijn. Jij hebt verstand van muziek, hè? Schijnt. Ik hou ervan. Als ik nou indruk wil maken op mensen met mijn top 2000 lijst. Ja. Maar je kan natuurlijk wat van die snobistische plaatjes inzetten. Gewoon die niemand heeft. Daar heeft verder, heb je verder ook niks aan. Maar dan publiceer je je lijstje. En dan zeggen mensen, oh god, die Martijn, die heeft er wel verstand van. Doe je bijvoorbeeld Iron and Wine of zo. Nou ja, Ben Folds is een hele goeie. En dan doe je Radiohead, maar dan een albumtrackje, weet je wel. Niet, oh ja. Niet Paranoid Android of Creep, maar dan doe je Exit Music of zo. Ja, dan maak je wel indruk op je schoonmoeder. Ik weet niet wie. Ga lekker voor ABBA, de Beatles, de Bee Gees, maakt me niet uit. Gewoon waar je echt vrolijk van wordt. En vaak heeft dat ook te maken met op welke leeftijd je in aanraking gekomen bent met muziek. Want die muziek die rond die 17e binnenkomt, die laat je nooit meer los. En die moet je gewoon in je lijstje. Daarom staat Too Unlimited in mijn lijstje. Daar ga je. Toch wel gewoon No Limits, hè? En Get Ready For This was wel echt wel het beste nummer. Y'all ready for this? En wat is de herinnering eraan? Want dat is dan belangrijk. Nou, dat ik het hoorde en dat ik dacht, deze muziek, dit heb ik nog nooit gehoord. Dit is echt te gek. Ja. En dat was het ook op dat moment. Ja. Tenminste. Hallo. Ze is groot fan van je vlog. Knip je er toch wel uit. Hoe gaat het met je vlog? Ik heb die is klaar. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Hoe moet dat nou weer? Ja. Knip in je vingers. Oh ja. Ik ga even nog naar mijn lieve vriend, want die heeft hopelijk iets lekkers gekookt. Ik ben aan het vloggen. Ja, iedereen heeft jullie natuurlijk nu al aan de vlog van Martijn op de bank zien zitten. Maar wat doen jullie eigenlijk hier? Hard werken. Goeie trui heb je trouwens aan. Dankjewel. Chantal. Wat is dit? Wijs even boven in het scherm. Ja, hier? Nee, je... andere kant. Oh, daar staat een linkje naar mijn vlog. Mijn fashion vlog. Toch? Een top 2000 vlog. Sorry, naar mijn top 2000 fashion vlog. En heel benieuwd, maar hoezo eenmalig? Omdat ik, omdat jij dat in principe normaal voor mij doet. Voor jou? Ja, jij bent toch stiekem gewoon een vlogger voor mij? Het gaat wel vaak over jou, ja. Martijn. Hi. Hoe gaat ie? Ja, goed. Nee, is toch minder. Geen beeld vloggen? Dan moet je even. Nee, luister, ik heb dat media training geleerd. Dat je dat eerst moet aankondigen. Staat hij aan? Nee, is uit. Oké, dus je staat voor de vorm zo met je spastische handen. Ja, klopt. Oké, top. Oeh, dat maakt je heel lelijk dit. Kan je een stapje naar achter doen? Kijk, dit is beter zo. Doe nog eens. Dan zie je ook echt jou. Ja, hij neemt overal zijn eigen koffie mee naartoe. Maar overal. Hij heeft in de auto ook zo'n ding staan. Overal. Ik vrees dat het gewoon waar is. Koffie in je mond. Ja, lekker. Ik heb een cadeautje voor jou. Waarom? Nou, ik bedoel, leuk. Ja, sorry. Moet ik het hardop voorlezen? Laat me niet doen, hè? Nee, sorry. Dan ga ik huilen waarschijnlijk. Het is heel lief. Ja, heel erg leuk. Sorry, ik had die memo gemist. Oh ja, we zijn alle twee roze. We zijn voor elkaar gemaakt. Zei je dat echt? Nee. Awkward. Heel ongemakkelijk. Ja, oké. Hoe moet het?